De gast vanavond is Renato Valdés Olmos. Jij bent van Human. Ik ben van Human. Wat is Human? Human? Human is eigenlijk iets heel groots. Maar om het even makkelijk uit te leggen... daar zijn we voornamelijk de afgelopen paar maanden mee bezig geweest. Om het te reduceren allemaal tot iets dat heel makkelijk te begrijpen is. Human is eigenlijk een app die je helpt om elke dag 30 minuten of meer te bewegen. Jij hebt er ook over gepubliceerd, dus ik mag het ook wel zeggen. Want jij bent echt je bent huge geweest. Ja, hoeveel kilo ben je afgevallen ooit? Ik woog 145 kilo ooit. 145 kilo, ja. En ik zit nu stabiel tussen rond de 83, 84 kilo ongeveer. Ja, ongelooflijk. Ik heb de foto van jou gezien bij die 2000 kilo. Ik kon niet geloven dat jij dat was. Ja, precies. Ja, dus het komt bij jou ook heel... Het is ook echt een intrinsieke persoonlijke motivatie. Ja, absoluut. Accukracht achterwege gelaten. Dit apparaat zit bomvol met sensoren, met veel geavanceerdere sensoren dan er op dit moment in alle wearables zitten. Dus het is vanuit een ondernemend perspectief, zeg maar, en als je kijkt naar de markt, is het gewoon logisch dat er een heleboel van die functionaliteit uiteindelijk in de telefoon belandt. En daar zijn wij mee begonnen. Wat je hier eigenlijk ziet is een timeline met alle activiteiten die ik vandaag heb gedaan. Dus eigenlijk ben ik hier vertrokken van de Brouwersgracht, van ons kantoortje bij Karma, richting Music U. Dan kun je hier zien, daar heb ik moeten afstappen om te kijken, zeg maar, waar ik heen moest, want ik ben nog nooit bij Music U geweest. En dat is dan het laatste stukje naar Music U toe. Ja. Dat is een of ander obscuur weggetje. Je hoeft hier helemaal niks voor in te vinden. Je gaat niet zeggen, ik ga nu fietsen. Nee, dat doet hij allemaal anders automatisch. Dus die telefoon hakt die routes in twee stukken in dit geval. Ja, precies. Dat heb jij niet gedaan, dat gebeurt gewoon. Nee, dat gebeurt allemaal automatisch voor jou, inderdaad. Ja. Wij gaan deze data dus gebruiken om jou op het juiste moment een goede keuze te laten maken. Dus dat half uurtje beweging per dag is echt gezond voor iedereen. Dan moeten ze dus duidelijk maken dat je dat makkelijk kunt ophangen in bijvoorbeeld 3 stukjes die keer lopen op een dag. En de helft van de challenge die er voor ons in zit, zeg maar, is hoe gebruiken wij dus de context van locatie en tijd, om jou, zeg maar, op een goed moment van de dag, dat voor jou ook past, zeg maar, te kunnen aansporen om een stukje te gaan lopen, bijvoorbeeld. En dat is dus een combinatie van het verzamelen van data, patronen herkennen uit zo'n dag van een gebruiker. Dus meten, zeg maar, oké, waar zit hij ongeveer thuis, waar is zijn werk ongeveer, hoeveel tijd zit daartussen, wat voor verschillende soorten van vervoer of activiteiten vinden daarop plaats. En op basis daarvan maken wij dus een analyse en zullen wij jou pings of notificaties gaan sturen. We laten je weten, zeg maar, wanneer je 30 minuten hebt gehaald. We laten nu de testers weten, zeg maar, wanneer ze hun persoonlijke dagelijkse doel hebben gehaald en hun wekelijkse doel hebben gehaald, bijvoorbeeld. Maar er zit ook nog een aantal hele simpele, elegante game mechanics zitten erin. Die eigenlijk van level 1 naar level 10 brengen. Level 1 is 10 minuten bewegen per dag. Level 10 is 30 minuten bewegen per dag. En door simpele level-up notificaties, zeg maar, blijft... Zo gebruiken we ook echt engage en zeggen van oké, beter, ik ben nu level up. En dat moeten ze ook op een gegeven moment in stand houden. Want als je dan stopt met bewegen, dan zullen we ook die levels weer naar beneden gaan brengen. Ownership van data bijvoorbeeld is ongelooflijk belangrijk bij ons. En nemen we ook eigenlijk een beetje de anti-Facebook approach. Dus als je bij ons bij Human aanmeldt, blijft jouw data ook altijd ten alle tijden van jou. En jij hebt totale controle over met wie dit wordt gedeeld. Welke elementen brengen jullie in kaart om mij te stimuleren te gaan lopen, te fietsen of anderszins? Ik denk dat... we brengen in principe al jouw activiteiten in kaart. Maar de stimulans komt echt dus van de notificaties en zeg maar het beknoppen van die informatie tot één simpele prikkel. Zeg maar. Dat is hoe wij jou gaan stimuleren. Dus een van de dingen die gewoon ongelooflijk belangrijk zijn en meetellen, zeg maar, aan die 30 minuten, zijn ook gewoon jouw gym visits of als je naar de yoga gaat. Ja. Maar wij kunnen dat nog niet specifiek zien. Dus wat we dan gaan doen, is zodra wij koppelen dus wel een heleboel locatieinformatie aan Foursquare Venues bijvoorbeeld. Ja. Wat we dan kunnen zien is, als jij ergens een uur hebt stilgezeten, dan kunnen we jou vragen, zeggen van, hey, wat heb je hier gedaan? Nou, als je dan dat tagt als yoga bijvoorbeeld, dan slaan wij dat op en dan weten we voor de volgende keer van, oké, als die persoon daar is, dan zijn ze yoga aan het doen waarschijnlijk rond die tijd. En zullen we dan ook meteen klassificeren als yoga. Ja, inderdaad. Wij gaan er wel vanuit dat mensen de telefoon continu bij zich hebben. Het hoeft niet per se te betekenen dat ze hem continu op hun lichaam hebben. Dus dat kan ook gewoon in een tas gedaan worden. En zoals ik al zei, in de sportschool, zeg maar, in een kluisje gedaan worden. Want bij ons gaat het er niet om hoe vaak jij hebt opgedrukt of hoeveel raps jij hebt gedaan. Het dus gaat als jij weet om, de locatie van mijn sportschool, dan denk je, dan moet je nu dus al aan het sporten zijn. Dat is wat je bedoelt. Ja, ja. Ja, ja, precies. En het gaat om, bij ons dan meer zeg maar, om het herkennen van een bepaald patroon. En hoe lang jij dat hebt gedaan daar, dan specifiek zeg maar, wat jij precies hebt gedaan.